De begraafplaats nabij de Kapelle in Sander is in gebruik geweest tot 1948. De begraafplaats heeft bekendheid als de schatkamer van monumentale grafkunst. Heel bijzonder door het grote aantal mooie gietijzeren kruisen die met een typische grafsymboliek veel tweede en derde klasse graven sieren en de vele hekwerken in smeet of gietijzer die veel eerste klasse graven verfraaien. Een mooie en waardevolle begraafplaats. Maar de gemeente had daar vroeger andere ideeën over. De gemeente wilde deze grond uiteindelijk gaan gebruiken voor woningbouw. En dacht dan, we sluiten dat kerkhof, we laten het verpieteren en dan kunnen we het TZT ruimen. Dat was ook de gedachte van de gemeente. Wat moeten we ermee? Ja, maar dat is niet gebeurd, hè? Waarom is het plan veranderd? Veranderingen van inzicht, voortschrijdend inzicht noemen ze dat. Ja. De grond was in eerste instantie nodig omdat Roermond in de jaren ook expandeerde. Er was een mijn gepland in Vlodrop, de Beatrix, op het mijnweggebied. De kolenmijnen Beatrix, die is nooit in gebruik genomen. Maar met die gedachte dat Roermond zou groeien. En Roermond wilde de grond voor woningbouw gebruiken uiteindelijk. Ja. Dus dat is in de 60er jaren heeft zich dat, begin 60er jaren heeft zich dat afgespeeld. En uiteindelijk is dat er nooit van gekomen, maar ze hebben toen de begraafplaats was gesloten, er werd niet meer begraven, heel incidenteel in een familiegraf, maar verder niet. En ze deden niks meer aan onderhoud en ze lieten de boel de boel. En het was hier uiteindelijk een grote overwoekerde puinhoop. De boel was dermate verslechterd en in verval geraakt, dat doordat de gemeente daar totaal niet meer naar omkeek. En de stichting Oude Kerkhof Roermond, die is dus in 1996 opgericht door een groepje bezorgde Roermondenaren. Die vonden dat zonde dat de boel zou dreigen te verdwijnen. En hebben een stichting opgericht met als doel instandhouding van de oude begraafplaats. We hebben afgelopen weekend een jubileumweekend gehad. Die middag wilden we ook muzikaal opluisteren. En ik kreeg het naïeve idee dat G. Reinders daar wel voor te strikken was. Nou, G. die mailde terug, maar hij zei nee. Oh. Nou, ja, en nu? Ja, ik speel niet meer. Toch is er iets gebeurd. Ja, ja, ja. Ik speel niet meer. Dat vind ik niet leuk. En het... Toen, ik stond altijd heel vroeg op en toen de mail, die had toch Gert te werk gebracht. Toen kreeg ik een idee voor een liedje. Van Veur heb je zelf al twee keer een rondleiding gehad. Dus op het eind van een theatertour hebben we altijd een feestelijke dag. Dan hadden we hier een rondleiding. En dat vond ik zo schoon dat Frieden Noor met Amsterdamse vriend nog een keer terug zijn gegaan. En toen, ik kreeg gewoon een idee voor een liedje. En toen was het liedje af en toen had ik... Toen heb ik Koen en Mathieu, de voorzitter, die heb ik uitgenodigd. Van jongens, ik heb wel een liedje. Van spelen wil ik niet, maar kent je het met dat liedje? En dat vond je zo leuk. Toen zei ik gewoon voor dat liedje opnemen. En ik vind het heel goed geslaagd. Cleo Simons speelt horen, speelt fantastisch horen. En het, ik ben trots op het liedje. Jetje Jansen, word geboren in de weer. Trouwde met Jo Rutte uit Sittard, dat was al niet verkeerd. Maar Jo ging snel dood en jaren later ontmoette het een Fransman. Het was weer een prachtig paar. Jet liet hij nu begraven als Comtesse Henriette Giraud de Rochechouart. Neem eens een snap aan de dood. Niet de slimste vrouw, niet de grootste maloot, niet de ziekste freule, niet de ernste kloot. Neem eens een snap aan de dood. En de katholieke jongvrouwen Josephine trouwde met een aaier en onder protestantse militair. Nou,
binnen haar familie en ook in de stad zogen ze dat niet geer. Na 38 jaar ging hij dood, maar werd begraven aan de hervormde kant. Maar Josephine had het zich goed bedacht, wie zu ging loog ze neven hem. En nu nacht gaf ze hem over de moer haar hand. Neem eens ontsnapt aan de dood. Niet de slimste vrouw, niet de grootste maloot. Niet de chicste freule, niet de allerärmste kloot. Neem eens ontsnapt aan de dood. En een lang leven is natuurlijk een hele gunst. Maar als ik hier om me heen kijk, is afscheid in vrede dan niet allergrootste kunst, want neem eens ontsnapt aan de dood. Het is geen kwestie van centen, het is geen kwestie van moed. Het geldt voor iedereen van vlees en bloed. Neem eens ontsnapt aan de dood. Aan de dood. Ja, je kan ze niet kopen. Hè? Je kunt de DVD niet kopen. Niet voor verkoop bestemd. Ze zijn exclusief, dus je kunt ze niet krijgen. Maar het nummer staat wel online. Dus ja. Dit is nummer 1. En ik geef G bij deze officieel de... Dankjewel. Nummer 1.